Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 2 augustus. Veel bewolking in Nederland, maar zo af en toe breekt ook de zon door. En dikkere bewolking vinden we ten zuidwesten van ons land. Deze bewolking die komt geleidelijk aan onze kant op en daar valt neerslag uit. En Dat krijgen we dan ook aan het eind van de middag mee te maken. Vanavond en vannacht is het dan regenachtig. En ja, morgen dan trekt die regen weg, klaart het weer op en dan zien we wel weer geleidelijk dat het hard gaat waaien. Ja, vandaag dus droog weer in Nederland met hier en daar een opklaring. Temperatuur ligt vanmiddag zo tussen de 20 en de 24 graden. Maar als we naar de laatste radarbeelden kijken, dan zien we boven België en boven het noorden van Frankrijk die eerste neerslag opdoemen. Die trekt dus verder naar het noordoosten en in de loop van de avond gaat het op de meeste plaatsen in Nederland regenen. Het is wel hele zachte lucht die onze kant op komt. En dat betekent dat de temperaturen vanavond ook vrij hoog zullen zijn. Zo rond de 20 graden. Verder waait er een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vannacht regenachtig weer. Bij minima tussen de 16 en de 19 graden. En morgenochtend vroeg dan trekt de regen naar het oosten weg. Er kan daarna nog wel hier en daar een bui vallen. Maar geleidelijk aan komen er ook steeds meer opklaringen. Smiddags dus kan het dan zo'n 20 graden worden langs de kust. Tot 24 graden dieper landinwaarts. Verder zien we dan een afwisseling van stapelwolken en zon. Wat verder opvalt morgen, dat is de wind, want die trekt flink aan. Die wordt matig tot krachtig boven land, windkracht 4 tot 6. En aan zee kan het zelfs af en toe hard waaien, windkracht 7. Morgenmiddag ziet het er dan ook prima uit voor de wat geoefende wintersporter, want de wind is uitstekend en het is droog met zonnige perioden. En de dagen erna, nou, dan blijft het toch enigszins licht wisselvallig. Met temperaturen over het algemeen tussen de 20 en de 22 graden. Zowel op vrijdag als in het weekende kan er af en toe een bui vallen. Maar er zijn zeker ook zonnige perioden die afgewisseld worden met stapelwolken. Kijken we dan eventjes op de lange termijn de kans op zomerweer. En dan hebben we het over 25 graden of meer. Nou, dat is toch wel erg ver weg voorlopig. Want de pluimverwachtingen laten dat nauwelijks zien voor deze week niet. Maar ook voor volgende week niet. Pas de week daarop zien we weer dat de cijfers iets omhoog gaan. Gaan we richting de 20 tot 30 procent. Al met al dus, ja, uh, niet al te warm weer. Als je echt warm weer wilt, dan moet je naar het zuiden van Europa gaan. De komende dagen is het daar vaak boven de 50. 35 graden en lokaal zijn uitschieters van zo'n 40 tot 45 graden mogelijk. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.